problemen die we vaak tegenkomen bij koelinstallaties zijn eigenlijk op twee gebieden. Je hebt enerzijds meer de administratieve opvolging rond koelinstallaties. Dat gaat hem dan over documentatie die moet aanwezig zijn, constructieattesten, een logboek die moet aanwezig zijn bij de installatie en correct ingevuld worden. En anderzijds is er ook meer de praktische kant, dus de werking van de installatie. Onderhoudsbeurten die moeten uitgevoerd worden en lekdichtheidscontroles. Die moeten om de 3 maand of 6 maand of 12 maand gebeuren en zorgen dus ook dat die uitgevoerd worden door erkende koeltechnici. Dat vormt vaak wel een probleem bij de bedrijven. De koelinstallaties opvolgen, daar zou ik mee starten om eigenlijk gewoon een blad en een balpen te nemen bijvoorbeeld en rond te gaan in uw bedrijf. Al uw koelinstallaties te gaan noteren dat u tegenkomt. De nodige gegevens ook, van welk type koelinstallatie is het, koelmiddel, het aantal en het type van dat koelmiddel. De vermogens noteren en dan kunt u aan de hand van die lijst gaan nagaan in de wetgeving, de Europese verordeningen of LAREM, welke verplichtingen van toepassing zijn voor uw bedrijf per installatie. Dan kan u daar een lijst van maken en aan de hand van hetgeen daaruit voortvloeit, kunt u ook een agenda gaan opstellen om jaarlijks die zaken te blijven opvolgen.